Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van Boretie Show. Ik heb op mijn Instagram account een poll geplaatst van of je het leuk leek om mijn dag te laten bepalen. En 100% heeft gestemd voor ja. Dat is dus een duidelijk ja. En dus maak ik daar vandaag een video over. En we hebben al mijn outfit uitgekozen. En dit shirt hebben jullie gekozen van Jill. En deze broek, deze rijlegging. En deze paar ATV-sokken. En ik heb Lily heb ik al gepakt. Ja, Lil. Ze was heel schattig, want ze dacht dat ik nu weer een muffin bij me had. Maar jullie hebben dus ook gestemd dat ik Lily een appel moest geven. Dus die ga ik nu eventjes geven. Dit is de appel. Kom maar. Het is een appeltje. Dat is lekker. Ja. Het is lekker, Lil. Zit lekker, Lil. Zit lekker. En het volgende wat jullie hadden gekozen is dat ik haar uitgebreid moest gaan poetsen. Dus dat ga ik nu maar eventjes doen. Hey, Lil. Ja. En we beginnen natuurlijk met de hoevenkammer. En nu ga ik in deze even schoonmaken. Ik doe nu even de staartkammen en daarna ga ik de maan vlechten. Na het rijden ga ik de maan vlechten. Nou ja, niet schapen helemaal. Nou, jullie hebben gekozen voor zonder zadel en dan gebruik ik deze, want anders die blote rug vind ik toch iets minder lekker zitten dan deze. Dus dan ga ik weer even opdoen. Zo, wij zijn klaar om te rijden. Kom, Lil. Eventjes mijn hand veranderen hoor.
Ja, ik heb net lekker gereden en ik heb ook weer een galopje gedaan en een sprongetje. En Lily heeft eventjes jeuk. En nu ga ik vrijheidsdressuur doen, want dat hebben jullie ook gekozen. Ik heb eventjes haar halsdoekje omgedaan en dan gaan we nu vrijheidsdressuur doen. Ja, goed zo. Goed zo. Ja, goed zo. Ik ben klaar met vrijheidsdressuur. We gaan nu naar de poetsplek om plekjes te maken. Want dat hebben jullie gestemd. Kom maar. Nou, ik heb de kleine plekjes heb ik eruit gehaald. En het ziet er nu echt zo mooi uit. Ik vind het echt gewoon zonde om een nieuwe plekjes te maken. Maar ja, jullie hebben gestemd dat ik plekjes moest maken. Dus dat ga ik dan ook maar doen. Nou, de plekjes zijn klaar. Vlecht is klaar en het is een hele mooie hengstenvlecht. Ja. En volgens mij vindt Lily hem ook wel mooi, want ze staat er heel trots bij. Alle pols heb ik gedaan, dus ik heb zo'n zadel en vrijheidsdressuur en de vlecht heb ik gemaakt. En ik ben nu even de zweetplek aan het wegpoetsen. En dan ga ik even de video afsluiten. Bedankt voor het kijken. En als deze video nu leuk vond, geef dan vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje te klikken als echt helemaal niks moois. En dan gaat het de volgende keer. Doei!